Terwijl het slachtoffer gewoon thuis is, lopen deze mannen langs de woning aan de Spuldersweg in Garderen. De mannen hebben door dat ze gefilmd worden, want niet veel later klimt een van de twee omhoog en draait de camera weg. Het lukt hem alleen niet om onherkenbaar te blijven, want even is zijn gezicht heel duidelijk in beeld. Vervolgens zien we de twee verschijnen in de achtertuin. Ze inspecteren het raam en proberen vrijwel direct met een koevoet het raam te forceren. Uiteindelijk weten de mannen op een andere manier binnen te komen en halen ze de boel overhoop. Als het slachtoffer wakker wordt, gaat een van de mannen er via het raam vandoor. Ja, Job, deze bewoner moet ontzettend geschrokken zijn. Ja, dat was hij zeker. Het heeft echt veel indruk op hem gemaakt. Je moet je eigenlijk voorstellen dat je thuis een dutje ligt te doen in de woonkamer en ineens dus oog in oog staat met een inbreker. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Gelukkig is er wel vanuit familie en ook van mensen uit de buurt veel steun geweest. Ja, het is niet voor niets dat we een woninginbraak ook een high impact crime noemen. En die naam die zegt het al, de impact van zo'n delict is groot. En niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving. Het veiligheidsgevoel wordt echt aangetast en zeker in het geval waarbij in, zoals hier, het slachtoffer dus de inbrekers overloopt. Gelukkig hingen er rond dat huis meerdere camera's en daar zijn ook wat dingen opgevallen. Dat klopt inderdaad. Hè. We zien daar iemand voorbij rennen en vervolgens ook weer terugrennen. We zijn nog steeds gebaat bij mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. En denk daarbij ook aan de dagen voorafgaand aan de woninginbraak. Mogelijk is er sprake geweest van een voorverkenning. Want ook hier hebben buurtbewoners gezien dat eerder die avond, rond 6:30, aan de achterzijde van de woning aan het kruippad, een verdacht voertuig reed. Ja, die reed 3 keer kort achter elkaar in de straat. En dat is opgevallen omdat de straat éénrichtingsverkeer is en er dus alleen maar bestemmingsverkeer komt. We worden heel blij van mensen die dit soort zaken opmerken en dat ook noteren en aan ons doorgeven. We kunnen het echt niet vaak genoeg benadrukken. Jullie zijn onze ogen en oren in de wijk en jullie zijn het die het zien als er iets niet in de haak is. Laten we nog 1 keer naar de beelden kijken. Als je weet wie dit zijn, meld het dan zo snel mogelijk bij de politie. En kijk ook nog even goed naar de foto van een van de verdachten. Iemand moet hem toch zeker kunnen herkennen? Tippen kan via de gratis tiplijn. Anoniem, dan mag ook via Meld Misdaad Anoniem.